Hoi, Nina de Koning, alweer. Ik heb nog een tweede boek, dat is Vita van Matthijs Klein. Matthijs Klein kan je kennen als een jakhals bij De Wereld Draait Door. En hij heeft dus ook een prachtig boek geschreven. Dit is tevens zijn debuutboek, dus dat is ook wel heel erg leuk om erbij te vermelden. En het gaat over een man en die wordt verliefd op een manisch depressief meisje. En dat meisje dat gaat ook aan het eind van het boek dood, dat mag ik best zeggen, want het staat op de achterkant. En de reden dat ik het zo mooi vond was omdat je ziet de toewijding van de man naar het meisje. En hoeveel hij over heeft voor haar om haar droom van het doodgaan, zeg maar, te verwezenlijken. En ik vind, hij greep me heel erg aan. Ik heb er ook echt om moeten janken, gewoon echt heel erg. Ik heb hem ook echt in één ruk uitgelezen. Ik vind het ook heel mooi omdat voor mensen die manisch depressief zijn, dat toch best wel, ja... Het komt heel erg dicht bij de waarheid en dat is ook best wel confronterend en dat vind ik ook best wel mooi. En het is ook heel erg leuk in contrast met hetgeen wat hij doet bij De Wereld Draait Door, aangezien hij daar heel erg vrolijk en leuk is en zo. En dat boek toch echt wel heel zwaar is. Het wordt ook een tweede, komt de vrouw bij de dokter genoemd. Ik weet niet of dat zo is, maar dat moet je zelf dan maar beslissen. Ik hoop dat je hem gaat lezen, hij is heel erg leuk. En net zoals het eerste boek dus. Nou, heel erg bedankt voor jullie voor het kijken en voor jullie aandacht. En dan was dit hem.